Iemand vroeg mij om een tutorial te maken van de basissteken die je nodig hebt voor het haken. Nou, om het duidelijk te laten zien gebruik ik hele dikke wol en een hele dikke haaknaald. Je begint met altijd een lusje. Dit is het einde van het draadje. Die draai ik overheen en onderdoor naar beneden. Dan steek ik mijn haaknaald onder dat draadje, het middelste draadje, zo naar boven. Trek aan de twee eindjes en het lusje zit op de haaknaald. Dan trek je hem een beetje strakker. En het begin is er om te gaan haken. Nou begin ik met de losse om te laten zien. Dat is de allereerste steek die je eigenlijk moet leren. Je slaat de lange eind van de draad die aan de bol zit, sla je om de haaknaald heen en je trekt hem door het lusje. Dan heb je al één losse. Je slaat hem weer om en je trekt hem er doorheen. Twee. Maar als je nou kijkt naar de vorm van zo'n lusje en de vorm van je haaknaald, dan kun je zien dat het het makkelijkst is om dit haakje aan de onderkant van het lusje te houden. Het heeft dezelfde vorm. Als je dat niet doet, je slaat om en je gaat hem zo erdoor trekken. Dat werkt niet, hè? Dan blijft hij hangen. Dus als je hem omdraait, blijft wel dit lusje achter de haaknaald hangen. Maar deze niet. Kijk, hij gaat er zo doorheen. Omslaan en er doorheen halen. Omslaan, er doorheen halen. Omslaan, er doorheen halen. Omslaan, er doorheen halen. En ondertussen heb ik al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lossen gemaakt. Iedere losse is eigenlijk een soort V'tje met aan de achterkant een bubbelsteekje. Ik doe er nog even 3 bij voor een proeflapje. Omslaan, doorhalen, dat is 8. Omslaan, doorhalen, dat is 9. Omslaan, doorhalen en dat is 10. Ga ik je gelijk laten zien hoe je een nieuwe rij gaat beginnen met een ander soort steek, de vaste. We gaan terughaken over deze steekjes heen. Dan beginnen we met weer 1 losse, omslaan en doorhalen. Dan in deze tweede steek vanaf de haaknaald, want het lusje tel je nooit mee die op de haaknaald zit. Dit is de eerste, die hebben we net bijgemaakt. Dit is de tweede. En daar steek je dan zo je haaknaald in. Je slaat de draad weer om en die haal je alleen maar door die steek heen. Je laat hem op je haaknaald zitten. Dan sla je weer om. En je haalt de haaknaald door alle twee de lusjes heen. En je hebt een vaste. Nog een keer. De volgende steek is weer zo'n V'tje. Daar ga je in met je haaknaald. Je haalt het draadje naar voren zo. Twee lusjes op je haaknaald. Je slaat de draad om en je haalt hem door alle twee de lusjes heen. Dan heb je er 2. Je gaat in het volgende steekje doorhalen en door 2 lusjes. Volgende steekje door 2 lusjes. De volgende
Zo werk je tot aan het einde van die 10 steken. Doorhalen door 2 lusjes. Insteken. Doorhalen. En de draad weer door 2 lusjes. Insteken. Doorhalen. Door. 2 lusjes. En dan de laatste steek. Voor het knoopje, zeg maar. Dat is dan de laatste steek. Gewoon insteken. Doorhalen. En de draad door 2 lusjes. Dan heb je een rij vaste gemaakt. Mooi. Gaan we nou de stokjes doen. Ook niet moeilijk hoor. Je begint om de draad te kunnen, om je werk te kunnen omdraaien. Want je werkt nooit eigenlijk achteruit, maar altijd vooruit. Dus je werk moet aan die kant komen. Om dat te doen, we gaan zo meteen stokjes maken, dus haak ik 3 van die losse die we net ook gemaakt hebben. En dan draai je het werk om. Dan zie je hier bovenop allemaal van die veetjes. Ieder veetje is een steek. Aan de zijkant zie je dat met allemaal gaten. Daar moet je insteken. We beginnen met het omslaan van de draad om de haaknaald. Die hou je even vast, dat die niet weg kan trekken. En dan ga je niet in deze steek, want daar heb je al deze 3 lossen opgemaakt. Maar je gaat naar de volgende. Dit gat. 2 veetjes. Dan ga je helemaal door het gat. En je trekt de draad er doorheen. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je slaat weer een keer om. En je gaat door de eerste 2 lussen. Dan hou je 2 lussen op je haaknaald over. Je slaat weer om. En je gaat weer door 2 lussen. Dat is het eerste stokje. Door nog een keer. Omslaan, even vasthouden, in het volgende gaatje, onder de 2 veetjes door. Je haalt de draad er doorheen, je hebt dan 3 lussen op je haaknaald. Je slaat om, je haalt hem door 2 lussen, omslaan en de steek afmaken door hem nog een keer door 2 lussen te halen. Nog een keer. Omslaan. Insteken. De draad. Doorhalen. 3 lussen. Je slaat om en je gaat door de eerste 2. Je slaat om en je gaat door de laatste 2. Omslaan. De draad doorhalen. Omslaan. Door 2 lussen. En door 2 lussen. Omslaan, insteken, draad doorhalen, omslaan, door 2 lussen en weer door 2 lussen. Omslaan, insteken, doorhalen, 3 lussen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Insteken, door 2 en door 2. Even een draadje weghalen hoor, dat is storend. Zijn we bijna op het eind. Omslaan, insteken in dat gaatje hier en dan die 2 veetjes, daar ga je helemaal onderdoor. Je trekt de draad erdoor, je slaat weer om en je gaat door 2 lussen en weer door 2 lussen. En dan de laatste
Die kan vaak een beetje lastig zijn om te zien. Ik heb nu dikke wol en dan is het heel duidelijk. Maar als je met dunnere wol aan de gang gaat, kan het wel eens lastig zijn. Dus oefenen met dikke wol is nooit een gek idee. Omslaan in dat gat, onder die twee lusjes van dat veetje door. Omslaan. Doorhalen. En doorhalen. En je hebt een rij stokjes erop. En eigenlijk zo simpel is haken. Het is allemaal lusjes door lusjes halen. Ik zal hem even in het midden leggen. Zo. Lusjes door lusjes halen. En door de manier waarop je insteekt en of je nou een stokje maakt of een vaste of een half stokje, dat kan ook nog, of een halve vaste, daarmee ontstaat er een patroon. Maar dit zijn de basissteken eigenlijk, de losse, de vaste en het stokje. Als je dat nou om en om doet, als je nou hierop bijvoorbeeld weer een rij vaste doet, ik draai hem even terug, mijn haaknaald eraan. Ik wil weer een vaste rij beginnen, dus ik haak zonder extra haartje. Ik haak één losse, dat brengt de draad omhoog, draai het werk en ik doe nu weer een rij vaste. Dus zonder omslag insteken, doorhalen en door twee lusjes, insteken, doorhalen. Twee lusjes. Als je hier dan een rij ervan bovenop doet, dan oefen je de steek en je kunt gelijk een das maken. Dan heb je dus een proeflapje als das. Kijk, ik heb nu de laatste steek op het vorige stokje gedaan, maar het allereerste stokje, dat waren die drie lossen waar we mee de draad omhoog brachten. Die moet je niet overslaan, want anders dan hou je hier maar 9 steken over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in plaats van de 10 waar we mee begonnen waren. Nou ja, je kunt je voorstellen, als je dat iedere rij doet, dan hou je op een gegeven moment geen das meer over. Dat wordt niet echt wat. Dus die moet je niet vergeten. Je steekt hem in de derde losse vanaf onderkant 1, 2 en 3. Daar steek je je haaknaald in. Je haalt door. En je maakt gewoon weer een vaste. De 10e. Dan doe je nou weer een rij stokjes erop. Dus 3 lossen. Dat is altijd het begin van een stokje rij. 3 lossen. En dan niet in deze steek, want daar heb je die 3 lossen opgemaakt. Maar in de volgende ga je het eerste stokje weer maken. Dus omslaan, insteken, doorhalen, door 2 lusjes en weer 2 lusjes. Omslaan, insteken, doorhalen, 2 lusjes, 2 lusjes. Op een gegeven moment gaat het vanzelf wat sneller. Maar ik doe nog steeds hetzelfde. Ik sla om, ik steek in, ik haal door. 2 lusjes, 2 lusjes en weer een stokje klaar. Insteken. 2 lusjes, 2 lusjes. Omslaan, insteken, doorhalen. Door 2 lusjes en door 2 lusjes. Insteken, door 2, door 2, en dan de laatste. Zo, dan krijg je dus een heel apart effect. Dit is de ene kant van het werk en de andere kant van het werk. 2 rijen stokjes en 2 rijen vaste. Ertussen. Ik wens je heel veel succes. Want volgens mij moet het nu wel lukken. En anders, je
Je kunt de video altijd opnieuw beginnen om nog een keer te kijken. Let dus vooral op bij die drie lossen hier. Als je daar bent, dat je ook in die bovenste lossen een steek maakt, want anders raak je ze kwijt. Tussendoor kun je regelmatig een keer tellen van heb ik er nog 10 of 20, net hoe lang jij die onderste losse rij maakt waar je mee begonnen bent. En je hebt een hartstikke leuke das terwijl je leert haken. Dus heel veel succes en ik zie je graag een volgende keer weer terug.